Alex Bada, vervelende nederlaag met de Telstar vrouwen. Je hebt een deel geprobeerd om er wat aan doen en je hebt een deel gespeeld, maar het lukte ook jou niet. Nee, we hebben helaas met 4-0 verloren. We hebben weinig kansen gecreëerd, vind ik zelf. PSV was op bepaalde vlakken gewoon beter. En gemiste kansen hier, vind ik. Ik baal echt heel erg. Ja. Belangrijke wedstrijd. Hoe erg waren jullie er klaar voor? We waren er ontzettend klaar voor. We hebben de hele week hier naartoe gewerkt. We hebben alle neuzen dezelfde kant op. En ja, het was erop of eronder. En we gingen er met z'n allen voor, maar helaas is het niet gelukt. Jullie voorbereiding is wel ietsje anders verlopen natuurlijk dan de andere ploegen. Zij hebben beker gespeeld, jullie niet. Wat voor invloed heeft dat gehad? Ja, ik denk dat dat zeker wel meespeelt. We hebben natuurlijk wel twee oefenwedstrijden gehad. Maar inderdaad niet echt een bekerwedstrijd. En ik denk dat het zeker meespeelt in de voorbereiding naar zo'n belangrijke wedstrijd als dit toe. Ja, dat denk ik zeker. Ja. Begin gingen jullie nog wel aardig mee. Maar vanaf het moment dat die goal valt, wordt het toch iets moeilijker. Of zie je dat anders? Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Inderdaad, na de eerste tegengoal lieten we eigenlijk een beetje alle kopjes hangen. Ik vind wel dat we daarna weer met z'n allen goed herpakt hebben. Vooral de tweede helft. Natuurlijk maar één doelpunt tegen in de tweede helft. Maar ik vind dat we niet echt... hoe zeg je dat? De manier wat we hadden afgesproken is niet zo uitgepakt, zeg maar. Kun je iets duidelijker zijn? Ja, we hadden met z'n allen afgesproken om er vol voor te gaan. En ik vind dat als het 4-0 geworden is, dat niet echt terecht is. Vind ik zelf. Nee. De eerste doelpunten, vrije trappen, penalty. Zijn dat afspraken die nakomen, domme dingen doen? Of dat mag toch niet gebeuren? Ja, nou ja, de penalty, ja, dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Dat is natuurlijk jammer natuurlijk voor Sharon. Maar ik denk dat gewoon bij zo'n wedstrijd als deze hoort. Dat je er alles voor geeft. Ja, dan krijg je of soms een penalty tegen of een vrije trap op een verkeerde plek. En die gaat erin. Ja, dat hoort er gewoon bij. Laatste 45 minuten, je staat al met 3-0 achter. Dan wordt het natuurlijk wel heel moeilijk, hè? Ja, dan... zoals ik al zei, we hebben gelukkig maar één tegendoelpunt gehad. Maar we hadden nog wel met z'n allen gewoon van, we gaan er gewoon voor. En we kunnen nog winnen, maar ja, als je 3-0 achter staat, dan gaat dat niet lukken natuurlijk. Nou ja, jij kwam erbij natuurlijk, hè? Wat heb jij gebracht? Nou, ik heb gewoon alles gegeven en... Gewoon de hele tijd alles gegeven. En voor de rest denk ik dat we in de tweede helft weinig kansen hebben weggegeven. En ja, één tegendoelpunt. Dus op zich netjes tweede helft, vind ik zelf. Je had de aansluiting kunnen vinden. Nu heb je de aansluiting niet meer. Zij lopen verder uit. Hoe erg is dat? Of is er nog van alles mogelijk? Nou ja, we staan nu natuurlijk 9 punten achter op PSV. Ze gewonnen hadden 3 punten achter. Dus ik denk dat de afstand echt wat groter is geworden. Waar we niet van uitgingen, omdat we natuurlijk gewoon wilden winnen hier. Maar ik denk als we nu gewoon elke wedstrijd er vol voor gaan, dat er zeker nog een aansluiting te vinden is. Ja, denk ik wel. Volgende keer toch maar weer een vrijdag spelen? Wat zeg je? Volgende keer toch maar weer een vrijdag spelen? Ja, ik moest vanochtend vroeg mijn wekker zetten. Dus ik denk dat vrijdag of zaterdag niet veel uitmaakt. We hadden gewoon moeten winnen hier en dat is gewoon niet gelukt. Dat is gewoon jammer. Ja.